Het is Rotterdam Centraal. Hey! Het is Pulmanova. I'm very curious about it. Oké, jongens, dit is de opstelling. Ja, daarom vond ik Corvo, hè? Kijk eens, look at this. Dan krijg je dus van die folies erover. Om de crème beter in te laten werken. Oké, jongens, ik ben aan één kant ben ik weer verminkt. Sushi. Sushi. Wat vindt jouw vriendin niet leuk in bed? Hi guys, daar sta je dan met je goede gedrag. Hebben jullie enig idee waar ik ben? Het is Rotterdam Centraal. Hey, dit is de 11e keer van mijn leven dat ik hier ben. Gezellig. Ik heb echt geen idee waar ik naartoe moet. Waarom ben ik hier? Ik ben hier niet zomaar. Het is nu dinsdagavond en jullie weten dat Ryan evenementen organiseert. En met kerstavond is dus Black Tie. Black Tie is een van de meest grootste galas in en omstreken Rotterdam. Maar het is een heel groot feest waar natuurlijk foto's voor gemaakt moeten worden. En guess what? Het is de visagiekoffer en we gaan shooten voor Black Tie. Ik moet twee dames een golden touch geven, haar en make-up. Dus ik ga maar eens even zoeken waar Ryan is. Ik ben in ieder geval in Rotterdam, dat is al één. Nu nog naar de cruise terminal, want daar gaat het allemaal plaatsvinden. Daar gaat het allemaal plaatsnemen. Plaatsvinden? Ik weet het eigenlijk niet eens. En ik neem jullie vandaag weer eventjes mee, zodat jullie een beetje kunnen zien wat ik doe. Oké, let's go outside. Ik zie jullie zo. Jongens, aangekomen in de cruise terminal. Woehoe! Dit is waar het gigantische feest onder andere gaat plaatsvinden. Je zou het nu niet zien. Heb jij? Jij bent fantastisch. Dit is een van de modellen. Het is Roos. En ze heeft een geweldige kruk. Oké, ik ga snel beginnen, want er is haast. Nou, nog erger. Ik ga het gewoon vloggen. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen? Gabriella! Het is Pulmanova. Oké, ik heb net twee dames haar en make-up en ik denk ongeveer 5 DJ's voorzien van make-up. Iets meer dan verwacht. Maar dat maakt niet uit. Dus ik heb dat daarom helaas niet kunnen filmen. Nu gaan we verschrikkelijk de kou in. Hier moet je kijken. Dit is dus de setting. Hierachter is de Erasmusbrug, daar ergens. Zo. Hey. En nu aan de waterkant gaan we de boel opnemen. Dus ik heb alles bij me. Ik ben benieuwd wat het gaat worden eigenlijk. I'm very curious about it. Oeh, light. Catching light. Oké, jongens, dit is de opstelling. Hier zijn de mannen druk bezig. Het licht wordt aangewerkt. Hier, deze man kennen jullie. Ryan is de boel weer druk aan het instrueren. Kijk hoe die is. Ryan is woest. Kijk, nu hebben we weer wind tegen. Het is zo warm. Nou weet je, ik had het altijd over dat windstil top is. Dat is ook zo, want het waait nu niet. Het is echt alleen -4 of zo. Oh, dat zie je dan. Maar je ziet niks. Je ziet het niet. Nee, hierachter gebeurt het nu op dit moment allemaal. Maar ja, dan mogen we natuurlijk verder niet filmen. Dus dat is alles wat jullie zien. De rest krijgen jullie op een later moment te zien. Ben jij hot? Wat doe jij sexy? Vuile Hongaar dat je er bent. Zo, wat een mooie lach trouwens. Ja, die is, nou ja. Super. Weet je, ik ga met Lau om. Lau overtreft toch alles. Ongloeiende. Hallo. Oké, backstage humor jongens. Het is echt om onszelf een beetje warm te houden, want het is niet oké. Oké, hierachter zijn ze bezig met teken. Weet ik niet. Even oefenen. We zijn nu met de volgende shots bezig. Andere camera's zitten erin. Het is nog steeds in denk -4 graden. Maar dat is op zich top, bedacht ik me net. Want hoe heter het is, hoe meer mensen beginnen te glimmen op hun pan. En met dit weer. Niemand glimt. Het is gewoon steenkoud. Oei, ik heb wel medelijden met die mensen.
Maar goed, het gaat er echt weer mooi uitzien. In de latere video neem ik wel even de eindresultaten mee. Laat ik dat wel even zien. Posten we dat gewoon online. Zo, we zitten in de auto. Het is nu inmiddels 11:30 en we gaan snel terug naar Amsterdam. It's a wrap. It's a wrap, 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 wrap. Ben je een beetje tevreden? Super dik. Ja? Ja, ik denk dat het wel vet wordt, maar echt een goede shot bij. Tof. Ja, Ryan die heeft op een of andere manier, hij is ook nog regisseur trouwens. Dat is echt geniaal. Want dan heeft hij bepaalde dingen in zijn hoofd en dan moest een meisje een bepaald jurk aan en die moest dan zus aan. En uiteindelijk wordt het resultaat dan weer gruwelijk. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de trailer. Je hebt gewoon niet in je hoofd. Je hebt gewoon niet in je hoofd en dat zie je voor je en dat moet het gewoon zijn. Ja, wel dik hoor. Ik ben benieuwd wat het wordt. Ja, ik ook. Het is altijd wel spannend, want die jongens gaan het dan editen en dan krijg je weer terug en zo. En op een gegeven moment kan je dat mensen laten zien. Klopt, klopt. Mensen die het hebben meegemaakt, die denken van jezelf, oké, dood, dik geworden. Ja, dat was leuk, maar het wordt sowieso weer goed. Zeker, hey, jongens! Nee. Een hoge toren! Milkshake sowieso. Oké, wij gaan eraf. Dit was trouwens voor Black Tie, 24 december, Cruise Terminal Rotterdam. Met kaarschade van Nederland. Dit jaar is het thema 24K dresscode. 24K staat voor goud. Koning goud, 5-jarig jubileum. Mama klaar. Waar kunnen ze kaart halen? www.blacktie-events.nl. Oké, guys, wij gaan naar huis, McDonald's halen en check jullie later. Ciao. Dus we staan dus bij McDonald's en dat meisje kijkt me zo aan. Ze kijkt een beetje zo van, ik denk, what the fuck? Dus ik blijf zo kijken zo en ze zegt, ja, Lara van de Corvo hè? Ja, maar echt dat? De Corvo. En ik zeg, en ze zegt ja, ik ben een van die moeders die kijkt. En ze kijkt in die auto, oh Fred! Ah, Fredje! Hoi. Maar goed, dus één milkshake is inmiddels 5 voor 12 bij McDonald's. Een Big Mac, een visfilet, 5 voor 12. En nog een heleboel nuggets zit in de tas. Eet smakelijk. Ciao. Hi mensen, welkom. Het is weer een volgende dag. Het is nu donderdag om precies te zijn. En ik ben bij Centraal Station Amsterdam. Op een loopbrug. Zo leuk hè, die huisjes. En wat ga ik doen? Ik ben nu net klaar op mijn werk. Ik had in de morgen een aantal klanten en ik moet nu naar Laren. In Laren zit de kliniek Barbary Clinics. En daar heb ik 3 maanden geleden, ik zeg 3 maanden, maar ik weet het eigenlijk niet eens echt heel precies of het 3 maanden is. Volgens mij wel, pak een beet. Heb ik die behandeling gehad van Plexer. En met Plexer, nou dat leg ik jullie later weer even uit. Plexer is namelijk een behandeling. Kijk, jullie kunnen het nu wel mooi zien. Ik heb nog steeds een paar van die vlekjes en littekentjes overgehouden van de acne die ik dus eigenlijk mijn leven lang altijd al gehad heb. En met Plexer kun je dat gewoon veel minder diep maken. Want het zijn natuurlijk kuiltjes, die littekens. Dus ik heb vandaag mijn 2e behandeling. En ja, ik vond het wel weer leuk om jullie dan weer even mee te nemen. Dus straks meer. Zo, ik ben aangekomen in Laren. Heel een mooi dorp hoor eigenlijk. Alles is groen, alles zit in de kerstverlichting of zo. En wat wel heel leuk is om te merken is, het is hier, het ruikt hier totaal anders. Je ruikt hier zeg maar veel meer het bos. Je ruikt gewoon echt dorre blaadjes, eikeltjes, herfstdingen, echt cute. Maar goed, ik ga eens even zoeken, volgens mij is het hier? Of ben ik nou verkeerd? Ik ga even kijken. Yay, oké, ik ben aangekomen. Kijk eens, look at this. Barbary Clinic. Guess what? Ik ben precies op tijd. Oké, ik ben weer binnen.
ben net in de stoel en ik krijg eerst weer die crème op mijn gezicht. Dat is Amla crème, toch? Deze. Sorry, die wil ik even. Oh, maar het is een verdovingszalf. Ja. En die moet dan een half uur in werken. En dan kunnen we daarna die behandeling weer doen, want het is toch inderdaad wel gevoelig op de huid. Maar het mooie is wel, ik heb net samen met de dokter de voorfoto's bekeken. Ik heb pas één behandeling gehad. En het voor en na nu al is zo'n groot verschil. Ik ga jullie, ik ga jullie nu de foto's laten zien. Bloep, fotootje erin. En dan kunnen jullie mooi de resultaten bekijken. Dan krijg je dus van die folies erover, om de crème beter in te laten werken. Ja, daar. Precies daar. Fotootje erop. Dit is het apparaatje. Het bijzondere is, je verwacht waarschijnlijk een heel groot systeem. Maar het mooie is, het past gewoon in een koffertje. Nou, made in Italië natuurlijk. En uiteindelijk doe je het gewoon hiermee. Het is eigenlijk een hele dunne naald. En die maakt niet eens contact met de huid. Maar ja, wat er dan gebeurt, daar weet ik het fijne niet van. Maar dat is gewoon chemie. Maar het is een wonder in een stoking. Oké, jongens, ik ben aan één kant ben ik weer verminkt. Maar op een hele gunstige manier. Je ziet aan deze kant inderdaad ook nog een paar plekjes. Die kunnen toch nog even aangeraakt worden. Dus, hit it. Er zit een gat hier. We gaan daar een beetje omheen. Goed, het is inmiddels half. Nee, het is niet half, het is 5 uur nu. Ik ga naar huis. Ik ben weer toegetakeld. Maar ik kan niet wachten op het resultaat, jongens. Het is echt zo'n toffe behandeling. Ik ga snel naar huis. Ik ga dan de video voor jullie klaarmaken. Als jullie vragen hebben, zet het vooral hieronder en onder neer. Ik heb nog veel meer informatie. Maar dat stuur ik graag persoonlijk als er natuurlijk geïnteresseerden zijn. Dit is dus niet alleen voor acne-littekens, ook voor het verwijderen van tatoeages, eventueel pigmentvlekjes, ook voor het verwijderen van moedervlekjes. Dus Barbary Clinic, zoek het op in Laren. En ik ga weer naar huis. Tot snel. Doei! De plannen zijn gewijzigd. Hilversum ligt natuurlijk veel dichter bij Zeist dan bij Amsterdam. Dus ik ben ondertussen naar Zeist gegaan. En toen kwam deze grap met een goed idee. Hey! Sushi. Sushi! Dus dat hebben wij net besteld bij Sushi Point. En we zitten heerlijk sushi te eten. Ja. Goed idee, Wout. Goed idee, hè? Ja, hoe gaat het met je? Oh, goed. Nou? Ja. We hebben druk, hè? Ik ben druk. Ja. Ja. De laatste tijd. Ja. Maar dat zijn goede dingen. Ja. Heb je nog zoiets van, nou, ik wil graag wat delen? Oh, hij heeft trouwens wel, zijn vriendin heeft hem net te kijken gezet op 538. Dat is helemaal grappig. Ja. Wat vindt jouw vriendin niet leuk in bed? Dus wat zegt hij? Eten later natuurlijk. Ja, dat was het echte antwoord. Komt hij met totaal wat anders. Ja, het was te grappig. Anyway, jongens, vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Zie jullie de volgende keer. Ik ga lekker eten. Hoi. Hoi.